beste kinderen uit Beek. Het was een tot nu toe zeer speciale dag. We hebben eerst gezamenlijk wat informatie gekregen over de strijd voor onze vrijheid 74 jaar geleden hier in Beek. We hebben jullie rondgeleid. Jullie hebben zelf van tevoren zaken bestudeerd, rondgeleid en bestudeerd. Zijn die dingen die nog steeds zichtbare getuigen zijn van de oorlog van 74 jaar geleden. Jullie hebben de kogelgaten gezien in de muren, in de huizen. Jullie hebben de schuttersputjes gezien op de Duivelsberg, waar de Amerikanen met ongelooflijke slimme strategieën de Duitsers verdreven hebben en tot aan het einde van de oorlog die heuvel, Devil's Hill, nooit meer hebben prijsgegeven. En nu komen we hier bij elkaar tenslotte om gezamenlijk de Amerikaanse soldaten die hier gevochten hebben, waarvoor het monument hier opgericht is. Dat monument daar is opgericht voor de burgerslachtoffers van Beek uit die tijd. Wij zijn hier bij elkaar gekomen om hier de Amerikaanse soldaten te gedenken en te herdenken die hier gevallen zijn voor onze vrijheid. En wij doen dat omdat wij heel erg dankbaar zijn, maar we doen dat ook omdat wij vinden dat de vrijheid die zij voor ons gekocht hebben met hun leven vaak, dat die vrijheid ook in de toekomst blijft. Dat het ook, kinderen, jullie vrijheid is. En daar moeten jullie in de toekomst voor gaan zorgen. En we hopen dat we jullie daar een beetje bij geholpen hebben door nu samen met Duitse kinderen en samen met Nederlandse kinderen hier daarover na te denken, daarover met elkaar te praten en daarover even stil te zijn. Ik zou graag van iedereen een klein moment van stilte nu willen houden. En echt helemaal stil, zodat iedereen goed kan nadenken over die oorlog en over het vermijden van oorlog in de toekomst. Een minuut stilte alsjeblieft.